Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Je kunt me ook een bedankje sturen als je mijn content leuk vindt. Hieronder aan de video zie je de button bedankt. Klik daarop en dan wijst het zich vanzelf. Bedankt voor de super lieve cadeautjes. Werkt het nou niet via YouTube om een bedankje te sturen? Dan kan dit ook via de link die ik in de beschrijving en in de reacties heb gezet. Nou, lieve mensen, ik heb zoveel bedankjes. Ik hou van jullie heel veel. En ja, ik vind het enorm leuk om dit allemaal voor jullie te doen. Nou, we zijn aanbeland bij redenvoering 27. Saint Germain, 24 december 1933. Kerstavond. Aanroeping. Machtige koninklijke Christuskracht, die nu uitgegroeid is tot volle grootte. Wij begroeten u met het teken van het hart en het hoofd. Wij aanvaarden de volheid van uw machtige kracht die geopenbaard wordt in het hart van de studenten en de bevolking van Amerika. Wij aanvaarden de volheid van het licht en haar verlichtende tegenwoordigheid in het hart en het denkvermogen van iedereen. Dit licht welt met zo'n kracht op, dat het voor iedereen de moed en de kracht meedraagt om de vereiste bewuste inspanning te doen die de machtige Ik Ben tegenwoordigheid in staat zal stellen om het lichaam te verheffen tot aan de volledige hemelvaart. Ik trek mij nu terug en laat onze beminde broeder zijn liefdevolle boodschap brengen. Redevoering van Jezus. Ik breng u de liefde en de groeten over van veel opgevarenen. Sommige van hen kent u, anderen zult u nog leren kennen. Ik ben het licht, de weg en de waarheid. Is de kerstboodschap die nog steeds klinkt op het veld van de kosmische werking. Door het inzicht dat u gebracht is in de betekenis en de kracht van de woorden. Ik ben, zult u een betoverende ring ontdekken, waarin u zich kunt bewegen zonder geraakt te worden door menselijke disharmonische handelingen. Het is niet enkel een kwestie van de tegenwoordigheid te kennen, maar vooral van de tegenwoordigheid toe te passen in zelfs de eenvoudigste handelingen. Wanneer u een ongewone ervaring beleeft, voelt u zich dikwijls bedeesd en onzeker. Maar naarmate u de Ik Ben tegenwoordigheid leert gebruiken om uw verlangen of uw probleem op te lossen, zult u ervaren dat het vertrouwen groeit, zodat u zich met grote zekerheid kunt toeleggen op de Ik Ben tegenwoordigheid. De studenten zouden steeds moeten begrijpen dat in de grote stilte of in de verstilling van het ego, de innerlijke kracht stroomt in haar steeds groter wordende vervolmaking. De studenten zullen al snel tot het besef komen dat het zelfs als ze denken aan hun machtige bron, de Ik Ben, ze een toename van kracht, vitaliteit en wijsheid voelen, die hen in staat zal stellen om verder te gaan met een gevoel van meesterschap. Dit zal op een dag vast en zeker de deur wijd openen vanuit de beperkingen van hun menselijke creaties naar de onmetelijkheid van hun ware vrijheid. Wij zien zo dikwijls in het hart een vurig verlangen naar bewijzen. Enkele opmerkelijke gebeurtenissen die hen zullen versterken op hun weg. Ik verzeker u, gezegende kinderen van het licht, elk bewijs dat buiten uzelf gegeven wordt, is slechts tijdelijk, maar elke stap die in en door uw eigen bewuste toepassing bewezen wordt, is voor eeuwig volbracht. Wanneer u verder gaat om het meesterschap te bereiken door uw zelfbewuste toewijding, vervolmaakt u niet enkel de zaken rondom u. Maar u verheft tevens het bewustzijn, totdat u op een dag zult ervaren dat alle hindernissen verdwenen zijn. Op deze manier wordt de deur van menselijke beperking voorgoed dichtgenageld, zoals mijn lichaam aan het kruis werd genageld. Zo nagelt u door uw bewustzijn te verheffen de deur van zelfgeschapen beperkingen toe, zodat u uw heerschappij voelt en kent. De vele studenten die het levensbelangrijk vinden om de verheven staat te bereiken, zou ik willen verzoeken de volgende uitspraak zeer dikwijls te gebruiken. Ik ben de opgevarene in het licht.
Dit zal uw bewustzijn in staat stellen om zich sneller te verheffen boven de illusie van de menselijke creaties. Het kan niet sterk genoeg benadrukt worden dat wanneer u ten volle de overstijgende macht van de Ik Ben tegenwoordigheid aanvaardt en ernaar streeft, u zult ondervinden dat niet enkel de financiële strijd zal stoppen, maar dat naargelang u dieper in het licht doordringt, de materiële zaken die u zo sterk betrachtte, werkelijk naar u beginnen toe te stromen. Tegen die tijd zult u het irreële van de vorm en haar vergankelijke werking waarlijk en ten volle beseffen. Dan zult u weten dat alles wat u maar kunt wensen in u en in het licht rondom u aanwezig is. Het materiële dat zo belangrijk leek, zal haar grote, bindende kracht op u verloren hebben. Vervolgens zal er vreugdevolle vrijheid zijn in alles wat naar u toestroomt. Dit is de ware werking van de materie. Naargelang u bewuster wordt van de hogere krachten die tot uw beschikking staan, zult u weten dat u zeer snel alles wat u nodig hebt naar u toe kunt trekken, zonder een ander kind van God schade te berokkenen of te benadelen. Deze waarheid moet gevestigd worden in het bewustzijn, want overvloed is overal om ons heen. Het is in de materie. Daarom noemen ze het ook materialiseren. Want bewuste zielen moeten dit onwankelbaar weten, zodat zij zich niet steeds afvragen of het goed is voor hen om succesvol te zijn, terwijl anderen rondom hen geen succes hebben. Ik verzeker u dat uw grootste dienstbetoon het behalen is van meesterschap en vrijheid voor uzelf. Ja, dat is het ook wel eens, hè? Dat ze dan bang zijn dat ze anderen tekort doen of waarom hebben anderen dat niet? En ben ik dan niet schuldig? Ben ik dan niet slecht als ik het wel doe? Wat heb je jezelf toch met van alles geketend, hè? Aldus bent u voorbereid om het licht uit te dragen zonder beïnvloed te worden door de menselijke creaties waarin u zich moet bewegen. Voel u nooit bedroefd wanneer een ander kind van God niet klaar is om het licht te aanvaarden. Want indien hij niet uit eigen beweging naar het licht komt, is dit meestal slechts een tijdelijke stap. Ja. Dus al zou het niet in dit leven zijn, dan wel in het volgende leven. Naarmate iemand bewuste vrijheid over het lichaam begint te verwerven, begrijpt hij hoe vergankelijk en onbelangrijk materiële zaken zijn. Maar wanneer iemand binnentreedt in het universele bewustzijn of de grote kosmische werking, dan ervaart hij dat binnentreden in het licht het allerbelangrijkste is. Dan zal hij de vreugde kennen van de innerlijke tegenwoordigheid en haar onoverwinnelijke werking en zijn hart zal vervuld zijn van vreugde. Kort voor ik mij bewust werd van mijn volledige zending, stond de volgende bevestiging klaar en duidelijk voor mij. Ik ben de tegenwoordigheid die nooit faalt of een vergissing begaat. Dit is wat je tegen jezelf zegt. Ik ben de tegenwoordigheid die nooit faalt of een vergissing begaat. Heel mooi. Later besefte ik dat dit de bevestigende kracht was die mij in staat stelde de opstanding en het leven te zijn. Het is inderdaad erg spijtig dat het menselijke begrip een schaduw heeft geworpen over sommige geschreven bevestigingen. Ik ben nochtans dankbaar dat veel bevestigingen onveranderd zijn gebleven. Een andere bevestiging die ik gedurende meer dan 3 jaar voortdurend gebruikte is: ik ben altijd de koninklijke macht van zuivere liefde, die ieder menselijk begrip te boven gaat en die voor mij de deur opent naar het licht in haar hart. Nog een keer. Ik ben altijd de koninklijke macht van zuivere liefde, die ieder menselijk begrip te boven gaat en die voor mij de deur opent naar het licht in haar hart. Later begreep ik dat dit mijn ware innerlijke zicht erg versterkt heeft. Als antwoord op het ernstige verlangen in het hart van velen wens ik te zeggen dat ik gedurende de jaren waarvan ik de geschriften
waarvan de geschriften mijn handelingen niet vermelden, van plaats tot plaats trok, op zoek naar een verklaring voor het licht en de tegenwoordigheid die ik in mezelf voelde. Ik verzeker u, beminde studenten, dat dit niet verliep met het gemak en de snelheid waarmee u vandaag kunt zoeken. De mensen die toen met mij leefden, waren verheugd dat ze kennis kregen van deze ongeschreven ervaringen. Maar aangezien deze vrij ongewoon waren, werd het onverstandig geacht ze aan de menigte te openbaren. Eeuwenlang hadden sommigen bovenzinnelijke ervaringen, totdat deze periode ten einde liep. In de eeuwen die hierop volgden, waren de mensen niet genoeg gevorderd om deze waarheid te beseffen. Zo werd prachtige en wonderlijke luister uitgesloten voor de mensheid. Momenteel echter is de kosmische Christuskracht, die zo reëel werd voor mij, gekomen om de mensheid te helpen. Door haar natuurlijke stuwkracht om zich uit te drukken, bevindt zij langzaamaan, maar zeker haar weg naar het hart en het denken van een groot deel van de mensen. Zodanig dat de hoop groot is dat deze werking de sluier over de menselijke schepping kan oplichten. Een groot aantal mensen zullen tekens en wonderen zien en voelen in hun hart. Dan kunnen menselijke twijfels en angst hen niet meer afhouden van de waarheid. Ik verbleef enige tijd in Arabië, Perzië en Tibet en ik beëindigde mijn pelgrimstocht in India, waar ik de beminde meester ontmoette die de verheven staat reeds bereikt had. Hoewel ik dit toen niet wist, door de kracht van zijn straling kreeg ik de ene openbaring naar de andere, waardoor ik de bevestigingen kreeg die mij in staat stelden het lager denkvermogen in mij tot rust te brengen, zodat dit niet meer de kracht had mij te verstoren of te vertragen. Vervolgens werd de volledige betekenis van mijn zending mij geopenbaard. Het eeuwige kosmische verslag moest gemaakt worden en in die periode gevestigd worden om de volgende generaties te kunnen zegenen en te verlichten. U zult er wellicht belang in stellen te weten dat dit een levendige kosmisch verslag werd, dat totaal anders is dan enig ander verslag dat ooit gemaakt is. Dit verslag bevat en veroorzaakt de aandrang en de stuwkracht om vorderingen te maken. Het menselijke denkvermogen werd en wordt hierdoor aangetrokken als door een magneet. Dit verklaart dat de uitdrukkingen en de bevestigingen die ik verspreidde, door de eeuwen heen levendiger werd. De voorwaartse stuwkracht van deze werking zal samen met andere krachtige stralen van uitstraling die gericht zijn op de aarde een groot aantal mensen in staat stellen om zich zodanig te verankeren en de waarheid en de bewuste toepassing ervan dat een verheffende vervolmaking zal bereikt worden. Geen enkele stap is voor de mensen zo levensbelangrijk als het verwerven van de kennis van de Ik Ben, hun levensbron, en haar verheffende kracht die ze bewust kunnen gebruiken. Het zal verbazingwekkend zijn hoe ver deze eenvoudig maar almachtige waarheid binnen 3 jaar onder mensen verspreid zal zijn. Want iedereen die over deze waarheid nadenkt, haar tegenwoordigheid bestudeert en bewust haar energie richt met de kracht van de goddelijke liefde, zal ervaren dat een nieuwe wereld van vrede, liefde, gezondheid en voorspoed zich voor hen opent. Diegenen die begrijpen hoe ze de kennis van de Ik Ben kunnen toepassen, zullen nooit of nooit omringd worden door disharmonie of beroering in hun gezin, leefwereld of werkzaamheden. Het is enkel door een gebrek aan erkenning en aanvaarding van de volledige kracht van deze machtige tegenwoordigheid dat mensen toestaan dat menselijke begrippen en creaties hen verstoren. De student zou voortdurend in zichzelf moeten kijken om te zien welke gewoonten of handelwijzen moeten veranderd of teniet gedaan worden. Want hij kan enkel vrij zijn door te weigeren nog langer de gewoonte toe te laten om te oordelen, te veroordelen en te bekritiseren. De ware opdracht voor de student is enkel zijn eigen leven te vervolmaken.
Zolang hij onvolmaaktheid ziet in de wereld van een ander kind van God, kan hij dit niet waarmaken. Er zijn u wonderbare bevestigingen gegeven om uw leven en uw omgeving in harmonie te leiden. Pas ze vastberaden toe en u zult slagen. Velen onder u verlangen dat ik nog een ander misverstand rechtzet. Aan het kruis zei ik niet: Vader, waarom hebt u mij verlaten? Maar ik zei: Vader, hoe hebt u mij verheerlijkt? En de broeder die aan mijn rechterzijde gekruisigd was, trad samen met mij in de heerlijkheid. Een aantal van deze beminde studenten kende ik persoonlijk ten tijde van de kruisiging. En terwijl ik deze boodschap doorgeef aan hen, heb ik het gevoel te praten tegen oude vrienden. En dat is precies, hè, want in de meeste staat ook, hè, dat hij dit dus niet zei, hè, van: Vader, waarom heeft u mij verlaten? Dat is dus echt een hele foute opvatting van de Bijbel. Want het slaat ook helemaal nergens op, want ik bedoel, hij laat alsnog zien dat hij na 3 dagen opstaat uit de zogenaamde hypnotische dood, ja, die de mens hier in dit hypnotische bewustzijn de dood noemt. Dus het zou ook helemaal niet kloppen om te zeggen: waarom heeft hij mij verlaten? Want dan zou hij ook niet meer kunnen opstaan uit die dood. Dus hij heeft dat ook nooit gezegd. Dat is gewoon heel vals en verkeerd. Waarom heeft hij mij verlaten? Waarom zou hij dat gezegd hebben? Ik bedoel, hij zei juist: Vader, u heeft mij nooit verlaten. Ja? Dus hè, u heeft mij verheerlijkt. Het is volbracht. Dit was het doel. Ja, dit doel om juist aan de mensen te laten zien: het ergste wat je kon bedenken, al had hij in stukjes gesneden geworden, dan nog kon hij, want de geest is namelijk altijd heel, ja, zichzelf weer helemaal opbouwen. Want in deze grote verheven tegenwoordigheid zijn eeuwen slechts een ogenblik. Enkel wanneer wij in contact komen met menselijke gebeurtenissen, is er tijdbesef. Beminde studenten die zo ernstig het licht zoeken, tracht te voelen dat u in mijn liefhebbende omhelzing gehouden wordt. Tracht te voelen dat u gekleed wordt in het licht dat schittert als de middagzon. Verankert aldus in uw bewustzijn het gevoel van uw bekwaamheid om de verheven staat te bereiken, zodat u iedere dag u steeds dichter brengt bij de volheid van deze verwezenlijking. Snijd alle aardse zaken die u binden los. Weet dat in de liefde, wijsheid en macht die u aanvaardt van uw machtige Ik Ben tegenwoordigheid, de kracht vervat is, die deze overstijgende dienst verleent. Herinner u steeds: God in u is uw absolute overwinning. De Ik Ben tegenwoordigheid die uw hart doet kloppen, is het licht van God dat nooit faalt. Door de aanvaarding van deze tegenwoordigheid is de kracht om haar energie te bevrijden en te leiden grenzeloos. Het is voor mij een grote vreugde en een voorrecht om in samenwerking met mijn beminde broeder Saint-Germain door mijn bewuste straling welbepaalde hulp te blijven verlenen aan de studenten die de onderrichtingen van Saint-Germain kunnen aanvaarden. Ik zal dit blijven doen gedurende het hele jaar 1934. Versta me niet verkeerd, ik geef hulp aan alle mensen. Maar in deze straling naar de studenten ben ik bevoorrecht om een bijzondere dienst te verlenen. Ik omhul u met mijn liefde. Ik kleed u met mijn licht. Ik ondersteun u met mijn energie, zodat u onvervaard kunt doorgaan op zoek naar geluk en vervolmaking van uzelf en uw leefwereld. Ik vertrouw erop dat dit een straling zal brengen die u het hele jaar door naar believen zult kunnen voelen en dat uw vervolmaking u onbeperkte vreugde zal brengen. Ik ben de verlichtende, openbarende tegenwoordigheid die zich met volle kracht manifesteert. Jezus Christus. Ik ben het licht, hè? Saint-Germain, ik wens mijn omhullende liefde over te brengen als een geschenk voor ieder van de beminde studenten. Want liefde is het grootste geschenk dat kan gegeven worden. Nou, inderdaad, het is echt het grootste geschenk.
Prachtig, lieve mensen. Nou, we zijn aangekomen bij redevoering 28. Dit was redevoering 27. Ja, het is heerlijk. Heerlijk, lekker, vaak naar luisteren. Jezelf brainwashen met love. En echte love. Ja, en vrijheid en kennis. En allemaal mooie dingen. Nou, dank jullie wel voor het kijken. I love you. Doei!